het ruige blaadbos in Hoogvliet. Een grote groep kraaien die een hoop lawaai maken, trekken eerst onze aandacht. We zijn op zoek naar het heksenpad. Een pad in dit bos, wat bekend staat omdat het er zou spoken, er dingen gebeuren en geluiden te horen zijn. Vanwege hun verleden, waarin iemand of meerdere mensen zich schijnen te hebben opgehangen. Op weg naar het heksenpad. De grond is drassig, modderig. Een lang pad tussen overhangende bomen. Het ziet er mysterieus uit, maar zal het komen door alle verhalen die je kent. Een verleden. Wat is er zo gebeurd? Is dat hetgeen wat het zo mysterieus maakt om hier te lopen? Of zou hier toch wat zijn? Het blijft toch vreemd dat er mensen zijn die hier echt daadwerkelijk dingen hebben ervaren of hebben gehoord. Het heksenpad. Het blijft een mysterie. Fictie of werkelijkheid? Een verhaal? Of zijn we toch echt daadwerkelijk geesten?